Is het je controle? Ja. En dit is echt nog lang, lang, lange na niet alles. Oké, okay, superleuk en spannend. Stan die gaat dus nu zijn hele Hyrox doen. En daar gebruikt ze dan de heat shield bij en de volume en de texture spray. You just give me a... Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. We zijn weer, we starten de week weer bij mijn favoriete plek, Renison. En hier gaan we weer een ijsbad doen. Coco belde mij vanochtend wakker, echt heel kut. Maar gelukkig op tijd. Ik hou van mensen die op tijd door hebben dat je dus nog niet wakker bent. Dus ik had nog een half uur om me klaar te maken en een kwartier om hier naartoe te gaan. Zij zegt, ik voel al dat jij niet wakker bent, dus en zo naar Coco. Dan gaan we lekker een ijsbadje doen en daarna gaan we weer trainen, maar helemaal top. Maxter! Zo gezellig! Yay! We zijn lekker aan het werk voor Redefined. Maggie is echt de sweetest person ever. Kijk, guys. Oh my god. Wauw. Sneak preview. Ik kan niet wachten tot het live gaat. Ik zo ook? Leuk. Oh my god. Zo benieuwd. Maar we zijn lekker aan het werk hier. Lekker motjetje. Vanochtend lekker gesport. Ging eigenlijk best wel goed na het rennen gisteren. En lekker ijsbad natuurlijk, dus... Heerlijke start van de week. Oké, guys, ik heb de hele dag gewerkt. Het is nu 4:30. Vanaf komen die meiden gezellig hier eten. Dus ik ga even snel boodschapjes doen. Ik ga miso ramensoep maken. Mega lekker. Dus ik ga nu even boodschappen doen. Ik heb het huis even een beetje opgeruimd. We hebben voor Anne heel leuk nog een verjaardagscadeau. Dus ik moet ook even inpakpapier halen. Fotoboek met allemaal herinneringen. Nou, verder allemaal even lekker opgeruimd. Let's go. Kijk hoe geweldig dit is. Helemaal stacked met Redefined. Is het chicken chicken? Ja. Ja. Oh mijn god. Korake kip. De meiden zijn er gezellig. Ik heb dit nog nooit gegeten, maar zo ik. Nee, ik hoop dat ik heb het nog niet moeten echt. Moeten we roeren of moeten we? Ja, je moet een beetje. Ja, hoe moet. Maar dit is miso soep. Hoe eet je dit dan? Ja. Ja, je eet dit best wel kut eigenlijk. Nou, de meiden zijn net weg. Het was echt super gezellig. Het was echt heel leuk. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. Het is 11:00 of zo. En dan lekker mijn bedje in. Ik ben ook echt kapot. Ik ga morgen weer lekker vroeg eruit. Het wekkertje staat weer om 7:00. Ik weet niet wat ik hier allemaal aan het doen ben. Ik ga gewoon lekker slapen. En hele goede morgen. Het is dinsdag. Ik ga zo meteen naar kantoor. Ik heb een meeting om 9:00. En daarna ga ik hardlopen en upper body doen met Coco. Super gezellig. En vanmiddag ga ik naar Stan. Want daar gaan we alle pakketjes versturen voor Redefined. Dus gaan we even alles opruimen en ombouwen en schoonmaken. Dat alles een beetje geordend is. Nou guys, ik ben de hele dag bezig geweest om Stan's kamer op te ruimen en schoon te maken voor het fulfillment. Maar het staat. En dit is echt nog lang, lang, lange na niet alles. Want hier staan echt nog heel veel dozen. We gaan nu tennissen. Goedemorgen allemaal, het is woensdag. Gisteravond was het tennissen echt... Het was heel leuk, maar ik kon er echt geen ei van. Het was echt een joke. Maar ja, we hebben wel even een beetje het gevoel gekregen. Want we hebben een tennisjournaal binnenkort. Alles is een beetje opgeruimd. Maar nog niet helemaal. En ik ga nu... werken. Ik merk dat ik het echt, zit hier nou, oh, heel druk heb, maar echt alleen maar met leuke dingen. Dus ik heb gewoon elke dag zo erg de motivatie om vroeg op te staan. Vanaf nu ben ik ook alweer sinds 8:00 ochtends aan het werk. Ik ben nu even de vlog aan het nakijken en na-editen, want ik heb dus een editor voor mijn vlogs, Ido. I love him. Dat scheelt ook mij zoveel werk. Echt, ik ben er zo blij mee en ik kijk hem dan altijd even een beetje na en... maak ik nog soms wat kleine aanpassingen als het gewoon heel klein is. Dus ik stop en ik moet teksten van de website moet ik nog afschrijven. Ik ga natuurlijk live met mijn eigen merk. Nou, het is echt, het zijn allemaal zoveel leuke dingen.
En er zijn zoveel dingen waar ik zoveel leuke reacties op krijg. Dus ik word er echt helemaal hyped van. Ik merk wel, gisteren had ik natuurlijk getraind. En daar ging upper body gaan en getennist en hard gelopen. Maandag leg day, zondag 16 kilometer. Mijn benen zijn dood. Ze doen zoveel pijn. En het is heel dom, want vrijdag gaan we dus een hele aerobics doen. Vanavond gaat Stan een hele aerobics doen. Het is een duo, dus ik ga sowieso kijken bij onze personal trainer. Stan gaat naar zijn personal trainer. Dus dat is echt heel leuk. Ik ben echt heel benieuwd naar. Dus ik ga sowieso kijken. Dus ik moet nu echt rust hebben. Ik ga alleen morgen, heb ik dus een shoot met Nike en Train More. Waar ik nu dus ook moet gaan sporten. Dus dat gaat echt weer wat worden. Ik ga mezelf echt verpesten. Ik droeg nooit spijkerbroeken. Want die pas ik allemaal niet meer. Die waren allemaal te groot geworden. Nu heb ik dus zo spijkerbroeken die passen. Maar het zit zo kut. Het snijdt aan alle kanten. En het is gewoon, het zit strak. Ik vind het helemaal niet chill. Ik snap niet waarom mensen altijd een spijkerbroek aan hebben. Ik heb hem nu aan en ik denk echt, waar is mijn pantalon? Waar is mijn oversized broek? Oh, wow. Even koffie gaan drinken. Het gaat helemaal niet goed. Ik kom hier aan en ik ben helemaal niet blij. Petra, you are fucking genius. Oké, ik zit even op Stan's kamer. En ik vond bij hem thuis een ballisto. Ik heb dit zo lang niet op. Mijn moeder, mijn ouders hadden dit vroeger altijd op wintersport. Ik weet ook niet waarom. En ik vond dit zo lekker altijd. Ik ga het eten. Ik vind het zo leuk in iemand anders huis dan... Heb je altijd dingen wat je zeg maar thuis nooit hebt? Nou, thuis doe ik hem zelf wel, heb ik sowieso nooit dingen in huis. Want ik ben mijn geld daarin uitgegeven. En ja, ik haal nooit echt ongezonde dingen of zo. Tenzij ik er gewoon echt zin in heb, dan haal ik het gewoon in de supermarkt. En dan eet ik het meteen op. Want als ik weet dat ik allemaal Snickers in de la heb liggen, dan gaan ze meteen op. Dus ik haal het gewoon in huis. Een ballisto. Wie kent dit? Of wie kent dit überhaupt? Misschien is het helemaal niet bekend. Het vast wel bekend zijn, oké. Okay. Kijk, een soort koek en dan een soort creamy laag erop en dan de chocola. En dan zit volgens mij rozijn in. Ja, het smaakt echt naar vroeger. Echt childhood. Ik moet echt even gaan filmen ook. Echt even gaan filmen. En dat gaan we doen. Oké, ik heb even lunch. 2 volkoren broodjes met zuivelspread en scramble egg. Ja, lekker. Ik ben de hele dag heel saai eigenlijk aan het werk achter mijn laptop. Helemaal prima. Moet gebeuren. Oké, superleuk en spannend. Stan die gaat dus nu zijn hele Hyrox doen. En Bo en ik gaan kijken omdat we gewoon zo obsessief zijn. Oh ja, trouwens ook iets heel leuk. Ik heb weer een nieuw zijdeboeket van Anna Nina. In ieder geval omgewisseld. Ik vind hem echt niet normaal. Het is een beetje wat meer herfsttintjes. En nou, echt helemaal een leuk boeket. Zie je dat echt tering lang rijden is. Maar goed. Nou jongens, jullie gaan het niet geloven, maar de jongens hebben hem gewoon onder het uur gehaald. Bizar. Bo en ik zijn vrijdag aan beurt. Bo, wat was ons doel dan? 1 uur 20. Dat kennen we niet. 1:25. Dus gewoon onder de 1:30. Dat sowieso. Maar dat kunnen we wel volhouden. Ja. Eerst zeiden we 1:50. Maar wij waren helemaal te leuk. Maar toen hebben we nooit echt voor naar beneden. Nee. Vrijdag gaan we even doen. Ja. En dan goed eten, goed rusten. Ja, maar dan hebben we even van wat we verwachten. Ja, het is gewoon waarschijnlijk omdat het nu zo dicht op de Hyrox is, gaan we er niet beter door worden. Maar het is meer gewoon een vertrouwen voor jezelf van, we hebben het een keer gedaan en we kunnen. Ja. Tijdens je race denk je gewoon, ik heb het al een keer gedaan, ik moet het kunnen. Ja. Dus ik heb meer vertrouwen. Ja. Toen ik thuis was, kwam er een pakketje binnen. Ik ga zo een stuk om deze achtergrond. Echt een boys room Ajax shirt en dit decraft. Maar toen kon ik net nog deze meenemen van Parfumado. Mijn nieuwe parfumetjes zijn binnen. Zoals je weet, ik gebruik Parfumado echt al 2 jaar of zo. Ik ben echt vet fan. Met Verwoord 50 kan je dan ook 50% korting krijgen op je eerste maand abonnement. Ben jij getest of wil je het gewoon een keer testen, zou ik dat zeker doen, want je kan het dan maar voor 7,95 een keertje uitproberen. Het wordt al altijd
echt zo cute verpakt. Echt, I love it. Je kan trouwens ook gewoon maandelijks opzeggen. Dus dat is heel erg top. Parfumado is eigenlijk gewoon dus een parfumabonnement. Wat je maandelijks bestelt. En dan, daardoor heb ik echt super veel nieuwe lekkere parfums leren kennen. Ze zeggen dat je een maand met één flacon doet. Maar ik doe er echt veel langer mee. Kijk nou weer hoe cute dit is. Dit is toch echt helemaal leuk. Allemaal leuke kleurtjes. Ik heb nu even wat, ja, favorites. Dit is echt het parfum die ik heb ontdekt. Die echt het lekkerste ooit is door Parfumado. Ik weet ook niet waar je deze anders kon kopen. Ik krijg ook altijd complimenten als ik deze draag. Molecule is natuurlijk echt heerlijk. En Fugazi is ook echt geweldig. Even ruiken. Ja, dit is Fugazi, denk ik. Oh, dus Molecule, sorry. Ja. Deze is heel lekker fris. Echt een hele erge, lekkere everyday. Ja, chill aan Parfumado is, stel je gaat op vakantie. Je kan letterlijk 3 verschillende parfums meenemen. En het neemt dit qua ruimte in. Het is ook onder de 100 ml. Het kan in elke handtas, welke tas je ook hebt. Ik heb echt overal Parfumado's liggen. Ik vind het geweldig. Oh, deze is zo lekker. Mmm. Ja, ik vind dit zo lekker. Deze ga ik gewoon meteen echt opdoen. Deze wil ik gewoon de hele dag ruiken. En dit is parfum 1 van Fugazi. Deze heb ik volgens mij nog... Ik heb wel heel veel van Fugazi, maar deze volgens mij nog niet. Oeh, deze is lekker. Oh my god, ik ga deze een stand geven. Het is echt een unisex geur. Volgens mij zijn alle parfums van Fugazi unisex. Maar hij heeft wat houterigs. En wat, oh, dat vind ik zo lekker bij man. Wow. Jongens, deze moet je echt voor je vriend bestellen. Parfum 1 van Fugazi. Dit is echt niet... normaal. Wel iets zoetigs, maar iets houtigs. Wow, I like this. I like this. Ja, dit vind ik dus zo leuk aan Parfumado. Dat ik weet gewoon dat ik Fugazi altijd wel lekker parfum vind. En nu heb ik gewoon een fucking nieuwe lekkere parfum ontdekt. Door Parfumado. Nou, check de link in de bio. Voor 50 kan je dus de eerste maand voor 50% korting uitproberen. €7,95. Ja, weet je, waarom niet. Dan dus nu even boodschappen doen. Gaan we lekker carbonara maken. Ik ga morgen dus de hele high rocks doen. En we gaan vanavond even carb loaden. We gaan even veel carbs eten, want morgen gaan we dat weer heel erg verbranden. Nou, we zijn lekker thuis. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. We zijn lekker Expeditie Robinson kijken. En we hebben even lekker pizza gehaald. Even lekker makkelijk, want het is echt 8:30 als het niet later is. Kort voor 9. Oh, wacht even kijken hoe laat het is. Het is al 9:00. Zo'n 9:00. Zo'n 9:00. En ik heb echt nog niet avond gegeten. Dus we gaan lekker pizza eten. Een keer weetje, lekker kwark. Dus heel tof. Hallo allemaal, het is donderdag. Ik heb vanochtend al een Nike les gehad bij Train More met Nike Strength. Dat is echt heel erg leuk. En nu gaan we even mijn lenzencheck doen. En ik moet een pakketje ophalen. En daarna gaan we weer naar Stan. En ik ga dan de hele dag werken daar. Nou, bij Gelderlandplein moet je natuurlijk even een onigiri halen bij Sheila. Mm. Lekker hè? En een onigiri, wat, ja, het is eigenlijk gewoon een soort handrol. Maar dan ook weer niet. Je doet het zo. En dan trek je de ene kant eraf. We hebben chicken teriyaki. En dan zo. Goeie snack. Ja, gewoon even lekker snackie. Ja. Heerlijk. En dan zo. Het ruikt echt heel lekker. Wat is dat, Sheila, dan? Gewoon een supermarkt. Een Japanse supermarkt. Mm-hmm. Wel vers zeker allemaal. Ja. Het is een Japanse en Koreaanse supermarkt. Je kan dus ook eten in dat restaurantje. Ja. Je kan er ook vers eten afhalen. Ook kimbap, Korean chicken, rijst, kip, gewoon van alles. Echt fucking lekker allemaal. Maar je kan er ook allemaal producten kopen wat je bijvoorbeeld ook in de toko kan kopen. Dus een bepaald soort noedels, een bepaald soort sauzen. Heel chill. Nou, lekker is dus. Had je deze nog niet op? Vorige keer spicy pork met kimchi. Ik vind deze lekkerder misschien wel. Ja. Het is een soort sushi, maar het eten handiger. Veel beter. En die rijst heeft meer smaak, voor mijn gevoel. Chillen. Maar heb je met normale sushi ook wel kip? Nee toch? Niet echt chicken teriyaki. Vind dit veel lekker met goede combi? Ja. Ja. Ik vind onigiri ook. I love it. Ja. En het is ook niet een hele ongezonde snack. Wel vullend. Carbs, lekker witte rijst. Mevrouw Carb. Jongens, het gaat er weer helemaal mis met mij. Vanochtend dus een soort die high rocks les, wat echt heel zwaar was.
Morgen ga ik een hele Hyrox doen, zodat ik eigenlijk de hele week rust zou moeten hebben. Ik heb geen Hyrox les vanochtend. Niet echt Hyrox. Gewoon een HIIT training met heel veel herhalingen. CrossFit meer. Ja. Een soort CrossFit. Ja, dat is niet ideaal als je morgen die hele moet doen. Nee. We moeten eigenlijk rustdagen hebben. Ja, ik heb het gisteren dan wel een rustdag. En dan heb ik zaterdag ga ik een runclub doen. Maar ja, dat is maar 5 kilometer. Dat komt goed. En dan zondag schijnt dus dat Hyrox-lesje weer een hele Hyrox. Ja, dat moet je helemaal niet. Nee, dus wij zeggen, dat gaan we niet doen. We gaan sowieso niet rennen. Misschien alleen gewoon wat oefeningen. Ja, maar daar is helemaal niet goed voor jullie. Veel te veel. Veel te veel. Maar het is gewoon zo leuk allemaal. Ja, gewoon. Op een gegeven moment ga je kapot. Ja. Je moet zelf weten. Ja, op zich wel makkelijk te eten, toch? Ja, die is top. Ik had meer verwacht dat die uit elkaar zou vallen. Ja. Maar het blijft allemaal lekker bij elkaar. Ik heb weer wat nieuwe productjes binnen van Look Fantastic. En bij Look Fantastic is L Smart Shop. En dan zijn er hele hoge kortingen. Met mijn code SARAVLF kan je dus met korting shoppen. Maar op de hele website dus zijn hele hoge kortingen. En vooral op bepaalde merken. Dus die laat ik jullie ook even zien. First Aid. Dat is echt een heel fijn merk. Ik heb deze scrub al meerdere keren opgemaakt. Bump Eraser for Sensitive Skin. Ja, het ruikt ook lekker. Aardbei. Dit is echt een topproduct, een hele fijne scrub en doet gewoon wat ik moet doen. Daar heb ik 2 keer besteld, want die ga ik ook 1 keer bij standaard zetten. En dit is gewoon een hele fijne voedende crème. Dat vind ik echt top. Ja, staat ook ultra beperkt. Dit is een kijk. Wauw. Wat ik erbij gekregen, dit is een exfoliate pad. Dus die ga ik ook eventjes uitproberen. Dan, zo ziet die eruit. Dan heeft mijn favoriete merk ooit, Laneige, heeft ook hoge kortingen. Altijd deze. Deze heb ik elke dag op. Echt elke dag. Hele mooie shiny lips van. Maar dat ze het in een andere verpakking hebben. En dit is in de kleur of in de smaak peach. En dit is zo'n tubetje. Ook heel erg cute. Oh, helemaal peach van. Helemaal juicy lips. Ja, ik hou van Laneige. Het is echt mijn favoriete lippenbalsemmerk. Ook hebben ze korting bij Sol de Janeiro. Dat is ook echt top. Ik heb er nu niks van. Nu stel ik maar tijdens shower gel, scrubs, body butters, allemaal van Sol de Janeiro. Dan mijn favoriete setting spray van Urban Decay. En deze heb ik ook in het mini. Want ik dacht super handig om mee te nemen. Want setting spray is al nature spray. Ja, deze is echt super, super top. Maar ook een mini, want ik dacht ja, het is gewoon handig om mee te nemen. Ja, ook gewoon in je tasje. Of het is echt een heerlijk verfrissende mist. Maar je make-up blijft er ook echt super goed doorzitten. En dan heb ik wat producten van Kiko. En dit is echt throwback naar vroeger. Maar Kiko heeft dus echt hele mooie lipproducten. Dat zijn deze glossjes. En deze had ik vroeger dus altijd al. Eentje met een shimmertje. En eentje meer kleur. En dan een hele mooie lipliner erbij. Super fijne glossjes zijn dit. Ja, dit zijn echt gewoon, ik hou van lip. En dan heb ik een nieuwe shampoo en conditioner. Deze van Kerastase. Ja, ik hou van Kerastase. Dit is de Resistance. Ik heb hier ook de crème voor na het haarstylen. En die ruikt zo lekker. Dus ik dacht, ik moet ook deze. Ruikt echt amazing. Dus ja, code SARAVLF, linkje in de beschrijving. En ja, vergeet gewoon niet met L Smart Shopping te shoppen. Want er zijn gewoon bizarre kortingen op de website. En dat wil je natuurlijk niet missen. Oh my god. Ah, we hebben zo meteen een hele Hyrox. Planning. Normaal is, ik ben nu even snel havermout naar binnen aan het werken en koffie. Camera bijna leeg. Maar hey, ik moet nu met die camera filmen. Op mijn telefoon. Dubbel shot sterk, juist. Nou, die gaan we knallen. Nou, we zijn er. Hele Hyrox, here we come. Ik laat jullie zo meteen natuurlijk weten. Oké, guys. Ik lijk echt een witte spookje. Maar de hele Hyrox zit erop. En het ging zo fucking goed. Echt bizar. We hebben het uiteindelijk in 1 uur en 16 minuten gedaan. Er komt dan altijd nog een rockzone bij. En dat is dus een tijd van ongeveer 5 minuten. Omdat het daar natuurlijk veel groter is. En je naar de onderdelen moet lopen. Dan moet je altijd gewoon wat minuten bij optellen. Dat je zeg maar van de run afkomt naar het onderdeel loopt. Dus dan zou het betekenen dat je er ongeveer 1 uur en 21 minuten over doen. Ja, als het natuurlijk ging zoals vandaag. En dat zou echt een super goede tijd zijn. Volgens mij is het gemiddelde van een dubbel vrouw 1 uur en 35. Dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. Echt bizar leuk. Dus ik ben echt helemaal blij en helemaal tevreden. Daarna zijn we bij mijn ouders lekker even in de sauna geweest. Dat was ook echt top.
top. Daarna even gerecoverd. En nu helemaal gedoucht, haar gewassen. Dan gaan we gezellig bij mijn oma eten met alle kleinkinderen. Dat doen we wel vaker, want mijn oma is al 92. Dus ja, we proberen eens in de maand bij mijn oma te eten met z'n allen. Om elkaar ook te zien, maar ook mijn oma gewoon nog heel vaak. Dus dat is echt super gezellig altijd. Kijk, gaat het helemaal naar uit. Ik ga niet helemaal full glam of zo. Want het is maar bij mijn oma gewoon een beetje gezellig. Wel een beetje kleur in dat gezicht. Ja, ik ben gewoon zo trots op ons. Het is niet te begrijpen. Het is gewoon heel gaaf dat je gewoon hier maanden voor hebt getraind. En dat het dan nu zo goed gaat. Letterlijk, we waren klaar en ik was meteen hersteld. De laatste keer dat we een halve Hyrox hebben gedaan, dood op de grond. En dat is een halve Hyrox. En nu hebben we gewoon een hele gedaan. Ik voelde me echt top. Gewoon, ik zou letterlijk nog door kunnen gaan. Dat is gewoon bizar. Het is gewoon heel fijn. Een goed begin, een goed start. In april gaan we natuurlijk weer doen. Gewoon heel veel zin in nu al. Ik zit er ook naar te kijken om misschien een halve marathon in Malaga te doen. Dat is in december. Misschien ook wel heel leuk. Leuke dingetjes. Zo, even weer wat kleur in dat gezicht hoor. Jesus, take the wheel. Veel te veel bronzer weer. Hè? Ik gebruik bronzer van Too Faced en die is zo mooi gepigmenteerd. Waardoor ik nu weer veel te veel gebruik. Lusje op. Het is precies over 2 weken. Oh my god. Time fucking fly. Ja, het is gewoon precies over 2 weken. Zo spannend. Gisteren echt bizar. Ik heb zo'n bord met pasta carbonara op. Je moet heel veel carbs eten. Vanochtend havermout, banaan, bananenbrood. De hele shebang naar binnen gedouwd. Dus ja, lekker veel energie. Lekker veel carbs. Maar wel gewoon goed. Net hadden we een lekker broodje met scrambled egg en kipfilet. Waanzinnig. Ik heb natuurlijk ook een reel van gemaakt en een TikTok. Dus als je het allemaal wil zien, check it out. Ik ben nu denk ik klaar. Oh ja, ik ga even deze nieuwe lipgloss van Kiko opdoen. Die heb ik dus nieuw. Dat ik laat zien aan jullie al. Zo mooi. Echt de perfecte kleur. Klein shimmertje erin. Maar gewoon een mooi kleurtje, maar niet te gepigmenteerd. Dit is echt perfect. Zo mooi. Ook nog mascara doen. Ik dacht, het is misschien wel leuk om vaker even zo'n sit-down momentje te doen in de vlog. En even lekker mijn make-up even jullie bij te kletsen. Ik had in de vorige vlog ook gevraagd van... Nou, ik had niet gevraagd, maar ik had gezegd van... Zou ik op Snapchat gaan vloggen? Door blijven vloggen? Nou, eigenlijk dagen daarna dacht ik van... Nee, ik ga niet op Snapchat vloggen, want het is zo anders. En heel veel van jullie komen het ook van... Nee, ga dat alsjeblieft niet doen. En je ziet echt heel veel mensen stoppen. Weet je, YouTube is gewoon niet meer wat het was. Dus I get it. Een vlog ga je echt voor zitten. Het is echt een soort me-time momentje. Of je zet het even lekker aan. En Snapchat is toch weer een soort snelle afleiding. Snel even kijken. Rup. Het komt eigenlijk helemaal niet echt binnen. Eigenlijk is YouTube en vloggen veel leuker en beter. Ik heb dat ook wel... gewoon goed over nagedacht en echt ingezien. En daarom ook weer echt gewoon lekker mijn mukbangs gaan plaatsen. Want dat zijn wel gewoon echt dingen wat jullie het heel leuk vinden. Maar wat ik zelf ook gewoon heel leuk vind. En het zijn gewoon even die persoonlijke 1-op-1 momentjes. Zeg maar nu kunnen we een soort kletsen. Ook al kun je niks terug zeggen. Maar gewoon een soort kletsen alsof je vriendinnen bent. Weet je wel. En dat is gewoon op Snapchat veel minder persoonlijk. Op TikTok en Instagram natuurlijk ook. Ik vind het wel gewoon belangrijk om gewoon echt die... persoonlijke momentjes te houden. En weet je, het is ook gewoon mijn fulltime baan. Dus waar de fuck zei ik je om, weet je wel. Ik heb gewoon een editor, Ido the best, die gewoon elke week voor mij edit. En dan denk ik, ja, waar heb ik het eigenlijk over? Ik ben echt helemaal ready om weer, nou om gewoon door te blijven vloggen. Want it's where it all started. En je moet niet stoppen met waar je mee bent begonnen. Want dit is juist je kracht. En ik denk juist dat de kracht ook is om door te zetten. Altijd door te blijven zitten. Echt altijd. Ook als het even niet mee zit. Of als, het even, of als je het even niet voelt. Ja, opgeven is geen optie. Dat zeg ik altijd. Ik ga nu dus wel een setting spray doen. En dan zijn we klaar. En mijn parfumadootje. Heerlijke parfumadootjes. Deze. FR Another 18. Zo lekker. Mmm. Helemaal. Oh, dan zijn we helemaal ready. To go. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ga zo meteen lekker hardlopen met Bo. Helemaal gezellig. Ik heb even een koffietje. We gaan in een zone 2 rennen. Dat is dus echt very, very langzaam. Want dat is goed voor je aerobic, voor je conditie, voor je vetverbranding. Ik ga even een koffietje opdrinken en dan ga ik naar Bo.
We hebben lekker hard gelopen en we zijn nu in Amsterdam met Isabelletje. Jojo. En we hebben nu een doe sip. Doe altijd. Echt? Jojo. Jojo. Een sip en paint event. Dus, Oh, het is ook echt met alcohol? Dat weet ik niet. Hoop het. Ik weet niet wat voor sip. Is dit een sip alcohol, thee, een sip thee of een sip koffie? Oh, ja. Misschien hebben ze ook een cocktail hoor. Lekker hoor. Nou, wij gaan, we zijn nu lekker heen aan het lopen. Maar het is echt heerlijk weer. Het is lekker zonnetje. En daar gebruiken ze dan de heat shield bij en de volume texture spray. Nou, kijk, is het eindresultaat. Laten we jou eens zien. Nou, hoe cute. Hoe cute. Helemaal leuk. Van Anna. Dit, je mag niet de andere laten zien. Nee, deze is leuk. En deze ook. Nou, en deze ook allemaal. Alright, het is avond. Ik ga lekker naar bed. Sol en ik hebben lekker chipje gegeten. Ik heb lekker een goed chipje gemaakt. En ja, het was alweer de week. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop zeker niet een blauw duimpje mag te geven. En om mijn kanaal te abonneren en te volgen op Instagram en TikTok. Allebei Edsa gevoerd. En dan zie ik jullie zo weer. Doei.